Andy Locando, vertel eens wat meer over jezelf. Wie ben jij? Ik ben Andy Locando, ik ben speler van Westerlo. Ik ben momenteel uitgeleend hier aan Geel. Ik ben 18 jaar. Ik ben een middenvelder. Ik kan aanvallend en ook verdedigend in het middenveld. Dus, ja. Je hebt je jeugdopleiding genoten bij KV Mechelen, OHL, Westerlo. Dat zijn mooie ploegen. Van welke club heb je eigenlijk het meeste geleerd? Eerlijk gezegd, het meeste waar ik bij heb geleerd is OHL Leuven. Want daar is echt een voetballende club. Daar in die 2 jaar heb ik echt veel bijgeleerd. Snel spelen, 2 tijden. Dus ja, OHL Leuven. Ik heb vorige week met iemand van Westerlo gepraat waar je vorig seizoen mee samengevoetbald hebt. En die zei, je had de wedstrijd tegen die Leur gezien. Die Locando, die speelt nog maar op de helft van zijn krachten. Jullie gaan er nog heel veel plezier aan hebben. Ja, dat kan goed zijn. Ik ben momenteel fit, maar het seizoen is nog lang. En ik zou zeggen, hou me in de gaten. Het seizoen is nog lang, dus ja. Het is een volledig nieuwe ploeg, maar het draait wel lekker eigenlijk, hè? Ja, vooral een jong ploeg. We hebben een jong ploeg. In het begin was het een beetje moeilijk aanpassen met spelers. We hebben nog geen ervaring, 2 ervaren spelers. Maar het is ook goed in een jong ploeg. En elke training wordt beter en beter, dus... Ik denk wel dat we een goede seizoen gaan hebben. Jouw favoriete speler is Neymar, heb ik gelezen. Hou jij van kunstduiken? Ja, natuurlijk. Braziliaanse spelers zijn sowieso mijn lieveling. Ronaldinho, Ronaldo, Robinho. Maar Neymar is mijn lieveling, ja. Heeft zich niet kunnen tonen tegen België, hè? Nee, maar kan gebeuren. Dat is voetbal, hè. Waar zie je deze ploeg uitkomen dit seizoen? Midden ergens. Nee, sowieso niet van onder, want veel kwaliteit en ik heb een goed gevoel over deze ploeg. Dus ik denk in het midden ergens. Oké, Andy, nog heel veel succes bij HSV Geel. Dankjewel.